Op de Autoloosweg, ter hoogte van de Hoenderloosweg, is zondagmiddag een fietser geschept door een auto toen de fietser de Autoloosweg wilde oversteken. De fietser is daarbij dermate ernstig gewond geraakt dat die ter plaatse is overleden. De Autoloosweg is tot laat in de middag afgesloten geweest voor onderzoek. Naar de toedracht van het ongeval wordt nog onderzoek gedaan.